Justitieminister Kenneth Amoksi zegt dat de veiligheidsdiensten zelf het voorbeeld moeten zijn van hoe het in het verkeer hoort. Hij sprak journalisten eerder deze week en zei dat het niet kan dat leden van veiligheidsdiensten roekeloos rijgedrag vertonen. Wanneer je bijvoorbeeld naar een geval moet spoeden, dan ga je zwaailicht en sirene gebruiken, maar zelfs onder die omstandigheden moet je proberen te voorkomen dat je roekeloos gaat rijden. Dus dat geldt sowieso voor ieder. Dus ik krijg elke dag rapportage van de resortcommandant van La Tour omtrent het verkeer. En dus dit geeft hij me ook door. Dan zal ik hem ook daarop attenderen om ook daarop te letten. De minister kondigt aan dat de enorme file die elke ochtend te La Tour heerst aangepakt zal worden. Hij zal de regiocommandant binnenkort spreken over de aanpak van de verkeerssituatie.